een beetje bekomen van de emoties? Ja hoor, hij was zeer emotioneel moet ik zeggen. Ik bedoel, ik heb toch 4 jaar voor FC Groningen gespeeld. En je krijgt een soort van gevoel van de club natuurlijk. Je bent niet alleen maar speler van de club, je bent ook supporter van de club. Dus het was een zeer emotionele afscheid met Hans Nijland en Theo. Dus. Ja, en dan vooral na zo'n wedstrijd. Ja, inderdaad. We hebben tegen elkaar gezegd voor de wedstrijd dat, jongens, wat dan ook gebeurt, we gaan alles geven. En in het midden van de eerste helft zag je op de grote schermen dat Utrecht 2-0 vol staat op AZ. Ja, dat geeft je natuurlijk meer energie. Misschien hebben we wat te veel geïnvesteerd in de eerste helft. En tegen het einde in de tweede helft waren wij redelijk moe, moet ik zeggen. Ik praat vooral over mezelf, maar dat gevoel heb ik over meerdere spelers ook. Dus. Maar 0-0 thuis tegen PSV, normaal gesproken moet je wel tevreden zijn met 0-0, vind ik. Maar in deze bijzondere wedstrijd mag je natuurlijk niet tevreden zijn. En we creëren ook genoeg kansen wat mij betreft om te scoren. Ja, PSV ook. Het wordt natuurlijk een heel open wedstrijd in de tweede helft. En dat kan alle kanten op. Maar met een beetje geluk dan scoren wij met 1 minuut te gaan. Dan denk ik vooral aan Timotas. Ja, die kopbal. De kopbal van Timotas. Ja. Ja, en dan is het 0-0 en dan is die wedstrijd afgelopen. Zakt het dan helemaal onder je weg, de grond zeg maar? Ja, zoiets. Heel moeilijk om uit te leggen wat dan met je gebeurt. Zeg maar. Dus zeer teleurgesteld, ook in de kleedkamer afgelopen natuurlijk. Maar ja. Nu wacht Heracles donderdag. Ja, het is de bekende cliché, hè? Je moet de knop nu omdraaien, zoals we dat in Nederland zeggen. Ja, dat moet kunnen ook, denk ik. Jullie hebben het wel laten zien, met name de 2 laatste wedstrijden natuurlijk, dat jullie gewoon weer een goed niveau hebben. We hebben een paar maanden geleden niet goed gespeeld. Nu hebben we een stijgende vorm weer. Dus het ziet goed uit. Maar ik had natuurlijk de 4e plek vandaag al willen grijpen. Of de Europa-plaats. Ja.